Hallo, ik ga laten zien hoe je les 1 van de Processing cursus doet. Op de website van de dojo klik je op Processing. Dit brengt je naar alle lessen. De eerste les heet Een mooi programma. Klik daarop. Een mooi programma is een programma om een beetje te kijken of Processing wel werkt. Nou, wat je nodig hebt is dat je Processing op kan starten. En dan moet de code overgetypt of gekopieerd worden. Ik zal eerst Processing opstarten. Ik druk op Ctrl, Alt en T. En nou kom ik in een terminal. Dan doe ik /p tab. Enter en Processing start. Volgende stap is die code van Processing. Die op de website. Ik kan deze wegdoen. Volgende stap is deze programmeercode overtypen of kopiëren. Dat maakt voor deze les niet zoveel uit. Daarom kopieer ik hem, want ik kan het wel overtypen. Als we dat hebben gedaan, moeten we het programma runnen. Dat gaan wij doen. Runnen doe je hier linksbovenin. Je drukt op het knopje en daar runt ons programma. Het is inderdaad een mooi programma. We hebben nu deze les gedaan, maar voel je vooral vrij om de code te veranderen. Bijvoorbeeld, ik zie hier size staan. Nou, geen flauw idee wat het betekent, maar wat als ik daar nou eens 500 van maak? En dan zie ik al dat mijn scherm veel breder is geworden. En later in de cursus leren we dat size de grootte van je beeldscherm bepaalt. Ik ga hem nu ook hoger maken, denk ik. En dat klopt. Het scherm is nu veel groter. Je ziet wel dat rechts onderin de kleur altijd wit is nu. Wat ik ook zou kunnen doen is van, ik pak deze twee regels en die kopieer ik. En ik zie hier mouse I, mouse X 255. Ik denk, ik ga die eens even omkeren. Hoppa, dan zullen wel drie dingen in moeten, wat het ook is. En ik ga hier allebei X van maken. En ik ga hier ook een mouse Y van maken. Even kijken wat er gebeurt. Nu zul je zien dat ik dus nu drie rondjes heb. En het derde rondje heeft inderdaad een andere kleur dan de andere twee. Nou, zo kun je genoeg coole dingen doen in Processing. Ik heb er gewoon wat laten zien. Als je dit hebt gedaan, dan laat dan aan een volwassene even zien dat het je is gelukt. En dan krijg je een sticker. Goed gedaan!